Yo mensen, Roepen DBNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video over draft. Ik heb vandaag een leuke twist. Zoals jullie misschien op mijn story hadden kunnen zien. Mensen, ik ga een video opnemen waarbij ik OC Tattoos ga kopen voor 10k. Dus heb je een OC Tattoo? Zet hem op de markt. Volg me nu op Instagram, volg mij. Koen. K-O-E-N. Nee, maar ik zei, ik ga OC Tattoos kopen. Zullen we eens kijken of er al OC Tattoos op de markt zijn? Trouwens, even iets minder leuks. Afgelopen paar dagen... Oh mijn god. Er zijn echt OC Tattoos, gewoon 1300 coin. Er staan echt fucking veel OC Tattoos op, Jezus Christus. Ja, er staat één OC Tattoo op voor 10k. Iemand heeft hem al opgezet, wat goed. Maar ik ga hem nog niet kopen, want ik ga namelijk eerst iets anders doen. Nee, maar voordat ik ga beginnen, even een serieuze noot. Ik werd namelijk getweet, omdat OC Tattoo was boos weggelopen bij een voetbalwedstrijd. Want hij was racistisch bejegend. Zijn speler was gewoon racistisch in hem geweest, werd hij helemaal gek. Maar echt, lijf werd hij. Ik snap dit echt niet, jongen. Racisme, hoe oud zijn we nou? Nou, OC'tje in ieder geval, jij bent mijn held. Dus je kan altijd bij mij terecht, jongen. Love you, bro. Laten we maar beginnen wat ik ga doen. Is dat jullie een duimpje omhoog doen op deze video? Doe een duimpje! En abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Abonneer. En ik wil vandaag, hoeveel subs zijn er erbij? 250 abonnees erbij vandaag. 250 abonnees erbij. Wat ik ga doen, ik ga een draft maken. En elke keer als ik een draft laag heb, dan 190, zoveel spelers moet ik kopen. Stel voor, ik heb een 170 draft, moet ik 3 OC Tattoos voor 30k, voor 10k kopen. Ja, goed man Koen. Heb ik daarentegen 195 draft? Ja, dan ben ik gewoon blij. Ja, dan gaat het. Ja. Oké, laten we maar beginnen met de 4-5-1 aanval. Geef mij een goede speler om mee te beginnen. Nienker, decent. Dat is goed voor mijn 190 rating. Oké. Socrates, dit is uitstekend. Goed begin. En nu Pele. Oh, 98 Neymar. Oké dan. Oké. Komt de volgende. 96 Pepe. Oké. En grijze. Nee. Geef me Giggs. Geen Giggs. Wel Felipe Anderson. Oké, maar dit is best een goed begin. Dit is dan wel heel slecht. Ja, vrij slecht wel. Maar we hebben best wel lekker begin, moet ik zeggen. Van de allereerste draft. Vind je draftvideo's een leuk, mensen? Laat het even weten. Volgens mij vinden jullie het altijd wel lachen. Lach en... Ik kies niet MLP, terwijl ik hem wel eigenlijk had moeten kiezen. Maar ik hoop op een Team of the Year MLP. Maar ja, die krijg ik natuurlijk altijd. Dus ja, logisch ik daarop hoop. Oké, volgende. Kom op, geef me wat goeds. Jenny van Dijk. En Koulibaly. Maar we gaan met Jenny. Stel je voor, OC Tattoo is volgend jaar een zilver. Dat zou echt fantastisch zijn. Dan kan je hem gewoon krijgen in draft. Dat zou echt best wel moment in mijn leven zijn gewoon. OC'tje. Toetoetje. Ja, we gaan voor Marcelo. Ja, of hopen we... Nee, we gaan voor Marcelo. Want ik denk niet dat ik die Team of the Year ga krijgen. Weet je, deze omband. Plus 12 chemistry. Hoppakee. We hebben nog bijna binnen, mensen. Dit wordt een easy draft. Easy, broertje. Hey, wat? Hij kan erin. Bam, hoppakee. 1-1 rating, mensen. Gaan we al. We hebben hem al gehaald. We hebben hem gewoon al gehaald. Easy. Maar ik wil eigenlijk nog wel even kijken of ik het nog hoger kan halen. Dat zou ik wel fijn vinden. Dan gaan we voor 95 Messi. Niet dat ik daar iets in heb. Maar maakt niet uit. Del Piero. Ik heb dus die Messi, maar die zag ik helemaal niet goed. Want die staat er gewoon per pers beter. Triest spel dit. Triest! Ja, dit is niet zo heel lekker. Nee, dit is jammer. Ik vind hoe hoog deze draft is, dat wordt een nieuwe uitgangspunt. Dus stel je voor, ik heb een 192 draft, wat wel op lijkt. Dan moet ik de volgende keer, als ik dan 190 ga, moet ik alsnog 2 kopen. Waarom doe ik dit? Ik ga mezelf. Haha, ik doe het lekker toch. Laat ik dan hopen dat ik nu wat lagere draft krijg. Dat is chill voor de volgende. Oh, we zitten op 191. Demir Bay is wel goed. 92 weer. Kom op, zilvers. 91, 70 MP. Kijk, daar zocht ik naar. Die is trouwens maar 1 rating hoger. Ik haal ook nog eens chemistry eraf. Dus op zich is het helemaal niet zo heel lekker, denk ik me nu. Het is eigenlijk vrij slecht. Oké, 92. Nou, oké. Ja, bam. Achter de billen. Oké, nee, 192 halen we wel, denk ik. En dat is zeker niet slecht voor een eerste draft. Nee, hou je back. Ah, kijk, toppie. 192 draft. Oké, als de volgende draft laag is dan 192, moet ik OC Tattoo'tjes kopen. Wat natuurlijk absoluut geen straf is voor mij, want ik wil het liefst zoveel mogelijk OC Tattoo'tjes in mijn team. Ben je nou op zoek naar FIFA Points? Of wil je nou FIFA 20 kopen? FIFA 20, ik ken iemand die het al gespeeld heeft. Ik zou zeggen, koop het. Ga naar equaltegoed.nl, koop je de goedkaarten en koop het dan in de PlayStation Store. Want dan kan je meteen om 12 uur 's avonds op de dag dat de game uitkomt, 12 uur 's nachts eigenlijk, kan je... het spel spelen. Nou, wie wil dat dan niet? Nou, iedereen wil dat. Kan je lekker Volta gaan spelen om 12 uur 's nachts. Dus koop hem via ikwordegoed.nl. Kijk, komt hij naar de volgende draft. 192 of hoger. Maar we krijgen een fantastische opstelling. Dus ik ben binnen. Binnen in mijn hart. Binnen in mijn ziel. Oh, wat een begin. Heerlijk. 99 Pele. 99 Pele. 99 Pele. I like this. Mbappé. Ah ja, wel Mbappé. Messi. Oké, dit is wel een aardig begin, moet ik zeggen. Ik ga hier niet over klagen. Bellarabi. Huts. Weer slecht. Jezus is slecht. Sharp. Sharp as a knife. Oh, I like this. 99. Gast, dit wordt een 195 draft. Waar hebben we het over? Mannen, waar hebben we het over? Hey. Waar gaat het over? Bam. Kante. Ga ik Kante gebruiken? Kans is niet heel aanwezig. Nou, misschien wel trouwens. Kazaar ga ik sowieso niet gebruiken, dus dan ga ik wel voor Kante. Kijk, kom, geef mij 94. Ja, oh mijn god. What the fuck? Dit wordt hem gewoon. Dit gaat hem gewoon worden, mensen. Voel je wat ik voel? Een keiharde kogel in je broek. Nou, ik wel. Bam.
Die is wel slecht trouwens. Ik hoop dat ik daar wel iets beter voor krijg. Dit is heel vervelend. Hier ga ik echt totaal niet lekker op. Dan kan ik beter Bartra kunnen kiezen ook. Maar ja, als ik hem maar in moet laten, haal ik toch een goede draf. Ah, dit is heel vervelend. Ik don't like this at all. No. Nee. Boer. Diederik. Boer. Oh, best. 4-1. Dit is heel lekker. Ja, daar gaan we voor. Nou, ik moet een hele goede bank krijgen om hier nog iets van te kunnen brouwen. We krijgen hier hem. Die is wel goed op zich. Voor de rest hebben we er weinig aan. We gaan toch voor The Hair. Want ik heb natuurlijk nog Diederik Boer erin. En ik kan natuurlijk echt geen reet van. Hoe heb ik nog steeds 3 in de reding? Ik heb net Diederik Boer eruit gehaald. Kijk, ik wil eigenlijk die Arnold kiezen. Maar ja, dat kan gewoon niet. Ja, daar heb ik niks aan. Ik ga voor de hoogste. Dus alsnog Arnold. Kijk, kan je heel leuk 4 in de rating hebben. Maar als je de chemist niet haalt, heb je natuurlijk echt geen initiatives aan. Hè? Als we eerlijk zijn. Oh mijn god, ik kan die brandkank erbij zetten. Oh. Maar ik weet niet hoeveel chemist ik dan haal. Als ik die brand erbij zet in plaats van Kroos. Dan haalt die brand had full cam. Modus haalt geen full cam meer dan. Nee, dan gaan we maar voor Pepe. Ding, ding, doing, doing. Pepe en Kokkie. Geef nog een goeie. Nee, dit is absoluut niet goed. Dit is absoluut niet waar ik naar op zoek was, hè, om eerlijk te zijn. Nee, absoluut niet zelfs. Helemaal niet. 94 rating. Kom op, geef me een goeie. Mandy. Daar kan ik wel wat mee. Nee, eigenlijk niet, hè. Nee. Klote kak. Ik zit helemaal niet goed nu, hè. Ik zit dus op 10 ratings te laag. 12. Holy kut. Shit. Oh, plus 6. Ineens. Oké, nu is het alweer een stuk beter overzien. 2 erbij is 94, is 6 ratings te laag. Dit is echt een slecht idee, zeg. Wat een slecht video idee dit, zeg. Oh, ik moet zoveel OC-toetoetjes kopen. 1 chemistry erbij. Oh, nog wel 3 chemistry erbij. Oké, dat is wel nice. Dus ja, ik hoef maar 3 te kopen. Dat valt best wel mee. Oké, mensen, ik ga 3 mensen blij maken waarvan ik een OC-toetoe ga kopen. Kijk hoe fucking veel OC-toetoes erop staan. Oh, mijn god. What the fuck. Oké, nou, dus 1 die koop. Deze. En dan ga ik op pagina 1 ga ik even naar degene die hem als eerste erop had gezet. Want die verdient natuurlijk ook wat die gekocht wordt. Oké, dat is niet deze, maar deze. 45 minuten, 1 seconde. Oké, we hebben 3 OC-toetjes gekocht. Lekker. Op mijn volgende draffie. Volgende pakket. Klote opstellingen weer. Zeg, wat een ongelooflijke klote opstellingen. Laten we een keer voor een 5-3-2 gaan. Dit gaat helemaal niks worden. Dit wordt echt drama, denk ik. Oh, alleen die aanvoerder zal. Aguero. Oh mijn god, Aruna Kone. Oh mijn god, dit wordt zo slecht. Dit wordt mijn slechtste draft ooit, denk ik. Dit wordt echt een 180 draft. Wat is dit? Kijk dit begin. Waar gaat het over? Ja, gaan ze hem nu goeie geven. Ja, dat maakt geen reden uit. Want ik ben al genaaid in het begin. Koulibaly. Ik heb 35 chemistry. Dan moet ik echt... Oh mijn god, ik moet echt op chemistry gaan letten nu. Oh, anders ben ik echt zwaar te lul, gast. Gast, ik krijg ook alleen maar chems en zo. Rot op. Ja, maar ik heb wel 91 rating, maar ik moet 92 hebben. Ik heb zo'n slecht team. Oh, ik ben zo hard genaaid, jongen. Een rechtsback Italiaans uit de Liga. Nee. Ah, wat ik al omwisselen met Ramos. Of wat kan ik Ramos zo? Op dit moment zou ik 31 OC-toetoes moeten kopen. Als het zo zou blijven. Ik herhaal heel veel. Oh, this doesn't look too good. Heb ik hier iets aan iemand? PSG. Ah, yeah. Ah, nee, ook weer niet. Hij linkt alleen met Thiago Silva. Zet ik helemaal hier neer. Ja, plus 2. Goed. Ik moet dus nog zoveel kopen. Oh mijn god. Lineker. Oh mijn god, dit is goed. Nee, heb ik niks aan. Heb ik helemaal niks aan. Ik moet wel voor Lineker gaan. Dan hoop ik die ergens gewoon tussendoor kan duwen of zo. Plus 7. Oh, min 7. Plus 5. Yes, I want you. Oké. Het valt uiteindelijk nog wel mee, denk ik. Dan hebben we hier nog Lala. Heb ik hier zetten voor meer cam. Bam, plus 3. Lekker. Oké. Uiteindelijk is het nog best wel goed gekomen, moet ik zeggen. Die icon heeft me wel gesaved. Dat ben ik gewoon eerlijk in, hè. Dat is gewoon heel eerlijk. Ik denk niet dat ik hier meer uit ga krijgen. Hopelijk heb ik nog een beetje oké coach. 5. Ik moet wel 8 halen. 8. Jezus, wat slecht. 8 OC-toetoetjes. Maar maakt niet uit. Want mijn OC-toetoetjes, die zijn van harte welkom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh! OC-toetoe. Allemaal aan de transferlijst. Ooit op een dag worden ze miljoenen waard. Een soort bitcoin. Werelds. Ik denk dat ik binnenkort een lening moet afsluiten voor alle OC-toetjes die ik koop. Oh, 4, 3, 2, 1. Yes, goede opstelling. Kom op dan. 195 eraf. We komen. 99 Ronaldo. Oh, 95 Son. Oké. 97 Neymar. 98 Mbappé. Ook niet. Nee, jammer. Ja, het kijkt allemaal wel goed, maar toch wel dat je denkt van ja, eigenlijk niet. Weet je wel? Ja, dat. 99 Modric. 99 Modric. Dit wordt een drama, vrees ik. Een fiasco, ook wel genoemd. Cristiano Ronaldo is respect. Oh nee, het is gauw Cancelo. We hebben op zich wel iets betere chemistry dan de vorige keer. We krijgen 99 Messi uit het niets. Uit het nada niente. Maar nu heb ik helemaal geen chemistry meer. Dat is toch jammer.
Nou, oké, laten we even kijken hoe dit zichzelf oplost. Plus 5 als ik hem voor hem inzet. Oké, dat is goed. Oké, er moet nog wel wat veranderen, wil ik zeggen. Wil ik zeggen. Ik zit trouwens te denken, als ik nou gewoon hier gewoon even Neymar zet. Even zonder gezeik. Nou, heb ik gewoon een chemistry erbij. Dus is gewoon goed. Hij niet zo'n chemistry nou. Quickly. Bam, plus 6. Lekker. Goed gezien, Koen. Ik ben trots op jou. Ik moet 12 OC tattoo'tjes kopen als het zo blijft. Ik herhaal 12 OC tattoo'tjes kopen als het zo blijft. Kijk, ik kan er zeker nog wel een redentje bij krijgen. Maar dat betekent alsnog dat ik er 11 moet kopen als het zo blijft. Daar word ik toch wel minder vrolijk van, moet ik zeggen. 10 OC tattoo's moet ik kopen. 10! Nee. 180, 184. 8. Ik moet er weer 8. 8 OC tattoo'tjes. Het trieste is dat ik gewoon spelers nu moet gaan verkopen. Om OC tattoo'tjes te kunnen kopen. Denzel Dumfries. Je was een goede speler. Oh, what the fuck. Hij is fucking duur. Huh? Hé? Hij is gewoon 500k. Ik wil voor 300. Nou, ga ik iemand even een steal geven. Iemand mag hem kopen voor 450. Oké, goed. Mijn Dumfries is verkocht. Nu kunnen er weer flink wat OC tattoo'tjes worden aangekocht. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, met een Edward kaart. Oké. 6. 7, 8. Oké, mensen, ik heb er weer 8 aangekocht. Ik denk op dit moment dat ik degene ben die het meeste OC tattoo'tjes in zijn squad heeft. En daar ben ik erg blij mee, moet ik zeggen. Ja, matig opstaan. Gaan we toch voor 4, 2, 3, 1 breed. Oké, ik ga voor de spits. Krijg van 79 en dan andersom Ronaldo? Nee. Jezus, Dyer. Dit wordt een hele trieste draft volgens mij. Wat is dit? Waar slaat dit op? Wat een dramatisch begin van de draft, zeg. Jeez. Oké, lekker. We hebben een 90 rating. Wie pakken we hier? Ja, dat is een goede vraag. Even nadenken. Ja, geen idee. Sterling, daar heb ik niks aan. De rest ook niet. Dus we gaan maar voor de hoogste. Dat is Philippe Louis. Oeh. Cheeky Bundesliga keeper. Plus 6. Want die linkt ineens met Sommer. Nou, waarschijnlijk was hij uit hetzelfde land komen. Ja, nee, niet veel dit moet ik zeggen. Nee, ik heb wel eens beter drafts gehad. Kijk, de mensen die OC tattoo'tjes erop hebben gezet zijn wel blij. Want daar gaan er zeker weer een paar van aangeschaft worden, vrees ik. Gaan voor Rose. Dit is Rose 186, dus ik moet er 6 kopen. Oh, dat valt mee. Dus 1, 2, dus 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ik heb nu al te veel. Ah, ik ga wel tot 10. Ik gun mensen geld. 8. Ik ben echt goed voor deze wereld. 9. Ze heeft voor mijn account nu gebeld, want ze denken dat ik coins koop. Dan heb ik echt gek in mijn kop, hè. 10. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Oh, wat goed dit. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je hem leuk? Vergeet niet te liken. Abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Wil je meer van zien? De klan. Klik hier of hier. Wil je me abonneren? Dat kan. Klik op dit rondje. Klik. Oh, Jezus Christus.